Yo mensen, tof dat ik kijk in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Teun de Weijer van het kanaal FC de Weijer. Ja, hij neemt op, ik moest even kijken of het opneemt. En vandaag gaan wij mijn potentiële mollen bespreken voor Wie is de Mol. Ik ga zo meteen de app laten zien, die ik ook heb. Ik moet even een scheetje laten, sorry. Maar er zitten nogal bijzondere karakters in. Want vele mensen denken dat Niels de Mol niet is. Maar die staat ook onderaan mijn lijstje. Maar hij staat wel op mijn lijstje. Ik denk dat Sinan de Mol niet is, want hij doet niet veel. Laatst deed hij wel wat met de opdracht. Steentje bijdragen. Had hij steentje bijgebracht. Sarah had de afvaller moeten zijn van aflevering 6. Als je die theorie volgt met jaartallen en die ziplijnborden. Moet je andere video's van mensen kijken, dan snap je wat ik bedoel. Maar ik heb ze gezien, dus ik snap zelf eigenlijk wel wat ik bedoel. En, kijk daar, want er staat een hele mooie lamp die je hier ook ziet. Is belichting voor mijn hoofd. Gaan we door naar Jamie. Jamie is gewoon fanatiek. Ja, Jan was ook fanatiek, maar Jamie... is te veel bezig met Merel op plaats van het spel. Maar, dat maakt niet uit. Jamie denk ik ook niet dat het is. Ik denk ook niet dat Jamie... Dus heb je er nog drie over. Niels, Merel, Rick Paul. Niels staat onderaan mijn lijstje met 200 punten. Merel staat ook... gewoon midden... Ja, midden slechts onderaan. Ook met 200 punten. Maar ik verdenk wel iets meer dan Niels. Dus ik denk dat ik wel iets meer punten op inzet. Ik heb in totaal 800 punten. En bovenaan mijn verdachte lijstje staat Rick Paul met 800 punten. En ik ga jullie nu even... Dit wordt trouwens een hele korte video. Maar ik ga jullie nu heel even mijn Wie is de Mol app laten zien. Waarin ik ze verdacht kan ik het ook beter uitleggen. Dus daar gaan we nu heen. Dus ik zie jullie zo. Dit is misschien wat minder beeldkwaliteit. Want ik moet hem recht houden als ik mijn scherm van mijn mobiel kantel. Kantelt er niet mee. Dus sorry, ik moest weer een scheet laten. Sorry mensen. Maar dit is dus het beeldkwaliteit. Wat ik jullie aan kan bieden, dan gaan we de app in. Het is wel leuk om het geluid een beetje aan te zetten. Hoor je dat? Zoals ik zei, Niels onderaan met 100 punten, Merel daarna en daarna Rick Paul. Robert was leuk geweest als hij het was. Sarah, die was volgens de theorie afgevallen. Sinan, die voegde niet heel veel toe. Evelien, er zat iedereen op, maar... Juist als je op die persoon zit en die heel veel verdacht wordt gemaakt, valt hij af. En bij Rick Paul, Merel heb ik dat gevoel niet. Bij Niels is een beetje, vandaar dat hij ook onderaan staat. Evi Hansen viel gelijk af. Jamie is niet mijn mol naar mijn mening. Komt omdat hij te fanatiek is. Uiteraard, Jan was ook Haantje de voorste en fanatiek. Bij die bootopdracht liet iedereen ook zo snel mogelijk uit de kooi komen. Terwijl iedereen donders goed wist dat ze er lang in moesten blijven zitten. Merel zie je dus op plek 2 staan in mijn rijtje. Niels dus onderaan. Nicky, dat is Nicky. Rick Paul is mijn nummer 1 mol. En dan zijn we het hele rondje rondgegaan. Maar ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Het is een kort update video van hoe ik over Wie is de Mol denk. En zeg ze altijd, doe blad het omhoog, like, abonneer je op het belletje. En als je geabonneerd bent, ik heb totaal 800 punten. Dan gaan we nog heel even terug, want ik heb ook polls. Mijn pool heet FC de Weijer. 15 van de 18 mensen zijn nog spelers. 18 die gejoined zijn. Je ziet spelers met 6004 punten. 6004, 4005, 3004, 3002, 3002, 3021, 3200, 2800, 2757. Die reclames, jongen, daar word ik zo ziek van. 2004, 2000, 1680, 1600, 1073, ik met 800, de allereerste met 600, de absolute winnaar 2019 met 200 en de penningsman met 0 punten. Je kunt joinen, als je even je naam in de comments achterlaat kan ik je ook uitnodigen, kan ik hem hier opzoeken, kan ik je uitnodigen. Je kunt ook nog de tijdlijn van mij. Zal ik de tijdlijn eens laten zien. Dit is de meest verdacht. Sinan
Als Sinan de Mol is, is het meest verrassend. Die worden minst verdacht. Daarna Sarah, Merel, Niels, Jamie, Rick, Paul. Tijdlijn. Lees mijn tijdlijn. Eerst waren het Niels, Rick, Paul. Nu is alleen Niels. Nu is Merel erbij gekomen. Tot en met nu. Ja. Dat is mijn verdenking eigenlijk. Ik ben verkouden, vandaar dat je een beetje snotterig hoort. Landelijke stats. Is dit dus. Dan kunnen wij hier nog gaan naar nieuws, uitleg, dashboard, spel. Ja, hierheen. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. De blauwe mogen like, abonneer, de pijlt aan als je geabonneerd bent. En dan zie ik jullie morgen, nou eigenlijk vrijdag, gewoon weer terug bij gloednieuwe video. De reden waarom afgelopen vrijdag geen video online is gekomen, omdat ik ziek was. Dus kan ik natuurlijk niet opnemen en uploaden. Ik kon ook even niemand anders vinden die dat voor mij wou doen. Vrienden waren ook druk. Maar ik hoop dat jullie dat begrijpen. En ik hoop ook dat jullie genoten hebben van deze video. Ik in ieder geval wel. Maar ik hoop jullie ook. Doe blijf omhoog. Like, abonneer, stap, bellet en als je abonneer bent. En dan zie ik jullie morgen gewoon terug bij een gloednieuwe video. Vrijdag bedoel ik. Om 7 uur. Later.